Hallo, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe tutorial. Ik laat jullie zien hoe je Pieter Detective kunt installeren op Ubuntu 16.04. Ik heb hier SSH met gewoon ingesteld op de VPS. En heb hier de tutorial, gewoon de guide van Pieter Detective. Om eerst te beginnen, waarom Pieter? Wat is Pieter Detective? Het is gewoon, ziet als een soort van Minecraft, maar dan gratis. Waar je gewoon ook andere services kunt gebruiken. Zoals Minecraft, Source Dedicated, oftewel TF2 en allerlei andere soorten servers. En dan is hier ook een vergelijking. Dus gewoon hier is gewoon een vergelijking met welke software beter is en welke niet. Maar dat is echt aan je eigen van wat je wel of niet fijn vindt. In ieder geval, ik ga gewoon door naar de server vereisen. Dit zijn de programma's die echt gewoon de server nodig heeft. Ik ga gewoon op deze server Ubuntu. Nou ja, ik heb eigenlijk Ubuntu, maar dan ga ik gewoon in Nginx als webserver gebruiken. Dus wat we doen is van dit kopieer maar ergens ook after update. Dat is al geïnstalleerd. Dan hebben we dit ook nodig. Dan doen wij een repository toevoegen voor de nieuwste versie van PHP. Wat ik ook nog gewoon zelf voor kies is bijvoorbeeld de nieuwste stabiele versie van Nginx. Want die van Ubuntu zijn een beetje erg, zijn iets ouder. Hiervoor doen we dan apt-add-repository-pta. Nginx slash stable. Druk gewoon op enter en dan is het dan gelijk toegevoegd. Voor MariaDB gebruik ik de officiële MariaDB repositories. Omdat deze script nog een beetje kan bullen. Want als ik zelf content al een keer heb bekeken, dat was dus niet zo heel erg belangrijk. Goed. De server is in Nederland. Kiest MariaDB voor mij altijd de eerste en de beste middel die deze bestanden host. Nou, dat is ook al gelijk toegevoegd. En dan gaan we apt-add uitvoeren. Dit duurt hooguit enkele seconden afhankelijk van de staat van je systeem, eigenlijk van je server. En dan kopiëren we deze commando. Dan installeert gewoon de benodigdheden voor jouw server. Om dat te installeren. En dan gaan we nu de overige bestanden voor het panel downloaden. En nu gaan we ervoor zorgen dat het panel wordt uitgepakt, dat de tar.gz archief wordt uitgepakt. Dat zal gelijk verbooid. En nu moeten we de permissies instellen, gewoon weer configureren. Dat is een kwestie van een klein commandje. Die ervoor zorgt dat de logs kan worden geschreven en eventueel de tijdelijke bestanden. Voor het panel, wat uiteraard heel belangrijk is. Want de software die hierachter zit, logt bepaalde problemen, bijvoorbeeld. Fouten, MySQL, gebruikzame wachtwoord en dat soort dingen worden gewoon gelijk bijgehouden.
Dan gaan we nu Composer gebruiken omdat die bepaalde programma's omdat de panel gewoon bepaalde programma's nodig heeft om te kunnen draaien. Naast de dingen van je webserver. En nu gaan we een MySQL database aanmaken. Daarvoor doen we MySQL CPP. Want ik ben eigenlijk al root user. Dus ik kan gewoon even op enter drukken. Typ mijn paswoord in. Exit in. En dan moeten we hiervoor een opdracht uitvoeren. Doen we create database. Utera vector. En dan punt, comma. Druk op enter. Dat is dan gelijk klaar. En druk we met type van exit. Enter. En dan kunnen we gewoon gelijk doorgaan met de Composer. Gewoon weg met de omgevingsinstellingen en de benodigdheden voor het panel. Dat gaan we aan het installeren. En dan moeten we nu een bepaalde commando uitvoeren wat ervoor zorgt dat Laravel of de software een bepaalde eigen sleutel kan aanmaken. En dat is nu aangemaakt. Dan moeten we nu de omgevingsinstellingen configureren. Omdat de database op dezelfde server is, kan ik gewoon de database host lokaloos gebruiken. Dan kan ik gewoon hiervoor op enter drukken. De port. Heb ik ook gewoon standaard gehouden, dus dat is gewoon 3306 keer of zo invullen. Maar omdat het gewoon 3306 is, kan ik het gewoon op enter drukken. Database naam kan ik gewoon Putera Detector. Hij suggereert me al gelijk automatisch, omdat deze eigenlijk al vrij enorm bekend is. Dus ik kan gewoon hiervoor op enter drukken. De gebruiksnaam heb ik goed, maar ik raad je echt aan om hiervoor een andere gebruik aan te maken. Daarvoor zijn er weer tutorials op internet. Met name die vanuit MySQL zelf. Of van DigitalOcean. En nu typ ik gewoon weg het wachtwoord van mijn gebruiker in. Van MySQL. Druk op enter. Nou, dan moeten we nu de URL. Ik heb al een subdomein hiervoor aangemaakt. Binnen de DNS. Van mijn domeinnaam. Maar deze is in dit geval pieterodector.jessegeerts.me. En nu de tijdzone. Omdat ik in Nederland woon, uiteraard moet ik gewoon E, gewoon hoofdletter E, want kleine wijze werken, hoofdletter E wel. Dan krijg ik automatisch Europe Amsterdam, want Amsterdam is de hoofdstad van Nederland. Nou, dat hebben we nog gedaan. Er wordt redders aanbevolen, maar wordt echter gewoon Memcached mee geïnstalleerd, omdat dit ook gewoon vanuit de server requirements, ofwel de server benodigdheden, is gedaan. Daarvoor typ ik gewoon M in, van Memcached. Nou, hij zegt welke data session driver wil ik gebruiken. Ik zeg dan database. Dan vraagt hij om de wachtrij driver. Nou, dan zeg ik ook weer database. En dan is dat stuk alweer voltooid. En dan gaan we de e-mail configureren. Hiervoor kun je een eigen mailserver van gebruiken van bijvoorbeeld van je eigen webhosting. Of de interne mailserver van PHP. Of een bepaalde betaalde mailservice. Omdat ik een eigen domeinnaam heb en mijn e-mails worden automatisch door gehandeld. Maar ga ik het kort moet houden.
doet intern een server. Hiervoor gebruik ik dan panel at putero.rectil. Panel, dan gewoon wat er hier staat, maakt niet uit. Ik raad je wel aan om dit stuk naar het apenstaartje zelf gewoon weg van jouw submine voor deze server te gebruiken. Aangezien er wel eens een probleem, want anders zou je mogelijke problemen kunnen opvatten met het ontvangen van e-mails in jouw mailbox. Panel. Maar je kunt ook een Pytero-rector gebruiken. Dat is al gelijk ingesteld. En moeten we nu de database migreren. En met deze commando gebeurt er eigenlijk niets meer dan dat de software alle tabellen gaat aanmaken. En zet je ook gewoon weer, zodat het panel normaal kan werken. En nu moeten we de services toevoegen. Zoals bijvoorbeeld van Minecraft, Source, Terraria en dan Voice Servers. In het admin account. Dan kun je gewoon invullen van wat je maar wilt. Nou, ik doe gewoon weg als gebruiksnaam mijn normale naam. E-mailadres Pytero-rectil. Yes.nl. Een wachtwoord bedenk een zeer sterk wachtwoord, want anders wordt de account niet aangemaakt. Wel omdat ik Nginx heb, maar ja, het is niet zo'n groot verschil voor Ubuntu met Nginx en Apache. Kijk, als je echt op CentOS zat, dan had je even de twee moeten kiezen. En nu gaan we de content configureren. We zorgen dat de bepaalde acties, wat iedere minuut worden gedraaid, wordt voor jou automatische save wat je dan kunt configureren, ook daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. Nou, ik zeg content CPA. En dan pak ik altijd Nano, want dat is een van mijn favoriete editors. Gewoon even met de rechtermuisknop plakken. Ctrl X, I, Enter. En het wordt gelijk opgeslagen in het systeem. Dan moeten we hier de wachtrij worker bestand maar aanmaken. Die ervoor zorgt dat onder X aantal tijd dat ding wordt gedraaid. Dan gaan we nano, slash et cetera. Systemd, system. Service uitvoeren. Enter. Plakken. Ctrl X, I, Enter. En dan kopiëren we deze twee commando's. En nu is gelijk Pytero ook opgestart en ingeschakeld voor automatisch starten. Als de server opnieuw wordt opgestart. Omdat ik een HTTPS-certificaat wil gaan gebruiken. Of een SSL-certificaat, ga ik hiervoor gewoon weg. Checkpoint gebruiken. Ook al is er een documentatie hierover gemaakt op de docs met Let's Encrypt zelf, maar we kunnen ook Checkpoint vanuit de officiële Checkpoint repository gebruiken. Hier doen we noemen app.add.repository PPA Checkpoint slash Checkpoint. Even stipje yes, punt comma, ap update, punt comma, ap install, Python, stipje cert, pot, stipje engines. En nu gaan we een soort van website slash virtual host aanmaken voor Nginx. Nano, etc. Nginx en dan slash available. Dan Pytero-rectil conf. Dan plakken we dit.
Daar moeten we even enkele dingen aanpassen. Waaronder de server name voor de redirect. Van redirect.sqs.me. Even snel cirkel draaien. Doen we gewoon weg. Nee. Zullen we maar. Nee. Doen we een cirkel set. Only email is online email. Dan kan ik gewoon zeggen van ik doe bijvoorbeeld place fuzz en repository. Omdat ik nog niks heb ingeschakeld van die virtual host, kan ik gewoon weg een webroot gebruiken. Standaard webroot is voor www.html. Certificaat is aangemaakt. Kunnen we nu een snelkoppeling aanmaken van die video matchings. Oh, moet enabled zijn. Door service engines gestart. Dus als